Donderdagavond raakte het droevige nieuws bekend dat Lisa Marie Presley, de enige dochter van wijlen Elvis Presley, met spoed opgenomen was in het ziekenhuis. Kort daarna liet haar moeder, Priscilla Presley, weten dat haar dochter overleden is na een hartstilstand. Het is met pijn in het hart dat ik het verschrikkelijke nieuws moet delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons heeft verlaten, vertelt Priscilla in een verklaring. Ze was de meest gepassioneerde, sterke en liefdevolle vrouw die ik ooit heb gekend. Lisa Marie Presley werd amper 54 jaar. Op Instagram heeft zanger André Hazes nu laten weten dat hij erg aangedaan is door het plotse overlijden. Rest in vrede, schrijft hij op zijn Instagram-verhaal bij een foto van Lisa Marie Presley. Het is algemeen geweten dat André Hazes een zeer grote fan is van Elvis Presley. Thank you.